vaccins werden vervoerd. Dat is natuurlijk best wel shocking. De plaatselijke krokettenleverancier zou moeten hebben inspringen. Vaccins zouden beschadigd zijn en daardoor vernietigd moeten worden. Hoe kon zoiets gebeuren? Het komt er in feite door dat als GGD en als ziekenhuizen, we krijgen al 50 jaar onze vaccins van het RIVM geleverd. Ook voor het Rijksvaccinatieprogramma huisartsen voor de griep. Dat is allemaal gecontroleerd vervoer. Als een pakket binnenkomt, dan controleren wij of het cold chain is geweest. Wat betekent alleen, dat? Of al de tijd dat het vervoerd is, het onder een bepaalde temperatuur is gebleven. En daar zitten dus gewoon kleurstrips en alarmsignalen op. Wat nu gebeurd is, is dat zorginstellingen, die krijgen een aantal vaccins. En die moeten die over hun locaties verdelen. Zelf. En daar is het misgegaan. En daar moeten ze creatief zijn. En ja, dan is het wel maar niet zo creatief dat je het met de krokettenboer meegeeft. Ja, dat kan prima. Kijk waar het over gaat. Dus, er wordt nu gezegd dat een krokettenboer. Ik wil niet namens de instelling spreken. Maar je ziet dat gewoon. Het is de cateraar die normaal ook gekoeld vervoer doet voor die instelling. Maar dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Nee, het gaat simpelweg over de hygiëne en de temperatuur. Ja. En maar de RIVM heeft vandaag gezegd, we willen het niet meer. We willen alleen dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in geneesmiddelen doen. Ja. Daarom, dat is ook logisch. Dat is niet nodig dan, zegt u? Je probeert de waarborgen zo goed mogelijk te maken. Ik zeg ook niet dat ik het wil vergoeilijken. Het kan best met een krokettenwagen. Je moet gewoon aan een aantal eisen voldoen. Je moet natuurlijk aan de voorkant regelen dat die eisen er zijn. Je mag toch niet schudden? Je mag toch ook niet te veel hobbelen met de auto? Nee, daarom. Dus dat was ook één keer verkeerd gegaan. Waardoor er een aantal in Twente, meen ik. Maar goed, dat zijn dus van die kinderziektes die je nu krijgt omdat je voor de eerste keer instellingen zelf vraagt om dat te doen. Ja. Maar de normale chain die er altijd is, van RIVM naar GGD, van RIVM naar huisartsen, die loopt al 50 jaar en daar is dus weinig aan te doen. Maar even voor de helderheid. RIVM heeft vandaag gezegd, we willen niet meer dat amateuristisch gebeurt. Het moet echt gewoon op professioneel niveau. Deelt u dat of zegt u, je mag het op je eigen manier doen? Nee, het moet op professioneel niveau gebeuren. Dus je moet vooraf aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zijn creatieve oplossingen. Maar iedereen is nu van overtuigd dat je gewoon echt aan vooraf moet vaststellen dat aan de voorwaarden is voldaan. Okay. Die nodig zijn en dat je daar een stempel op moet zetten. En niet mee kan sjoemelen. Ja.